Je valt in, je valt lekker in. Laten we meteen even naar de beelden gaan kijken. Het ging lekker, hè, met je? Ja, het ging aardig. Ik heb een paar goede acties gemaakt. Maar je komt erin alsof je totaal onbevangen bent. Alsof je bij wijze van spreken weer op een veldje met vriendjes speelt. Wat is dat met jou? Ik denk dat het gewoon met de wedstrijd te maken heeft. Dat ik die tegenstander heb geanalyseerd. En die rechtsback vond ik eigenlijk niet zo sterk in de 1 tegen 1. Dus gewoon met meevoetballen. En als je met spelers zoals Robben speelt, Van Persie, Sneijder, dan is het ook makkelijk om de vrije man te vinden. Omdat ze graag de bal willen hebben, zijn ze makkelijk aanspeelbaar. Wat was de opdracht die je kreeg van Van Gaal toen je erin kwam? Gewoon sowieso van hem een taak, maar gewoon doen wat ik altijd doe op de trainingen en dat wat ik wel vaker heb gedaan, proberen gewoon mijn spel te spelen. Ja, wat jij zegt, ik speel nu niet op een pleintje meer, maar... Het is ongeveer hetzelfde, hè? Ik kan heel veel dingen beter en in de acties probeer ik wel dreigend te zijn, ja. Even dit gebaar, aan wie denk je dan? Mijn opa. En natuurlijk God. Ja. Dat is even jouw moment van yes. Ja, droom. Ja. Hoop je op Shidi? Dat je in de basis mag starten, geen Van Persie bijvoorbeeld? Ik hoop altijd dat ik mag spelen. Ik weet wat de coach van me verlangt en ik hoop gewoon dat ik minuten kan maken. Dat is altijd mooi dus. En pootjes op de grond houden, zei hij. Ja, zeker, maar dat komt wel goed met mij. Ik, je hebt geleerd? De mensen die mij kennen, die weten dat ik niet snel langs mijn schoenen zou lopen. En, ik ben pas net onderweg met mijn carrière. Je hebt pas net je schoenen aan, wil je zeggen? Ja. Dankjewel, Memphis.